De Nationale Assemblée heeft afgelopen vrijdag tijdens haar laatste vergadering voor het reces aandacht gevraagd voor de problemen in het onderwijsveld. Parlementariërs van zowel de coalitie als de oppositie vroegen waarom de regering ervoor heeft gekozen de inschrijfgelden van de verschillende onderwijstypen te verhogen. De parlementariërs vinden dat de economische situatie het niet toelaat dat inschrijfgelden worden aangepast. Deze kwestie kwam aan de orde tijdens het agendapunt ingekomen stukken. Onder de hamer lag de nadere wijziging van de wet op verdovende middelen. De president heeft beloofd, voorzitter, dat de kinderen geen inschrijf meer zullen betalen, voorzitter. Dat onderwijs vrij en gratis is. We zien dat de overheid heeft aangekondigd dat mensen weer moeten gaan betalen, voorzitter. Met name de kinderen in het binnenland. De meeste scholen zijn bijzondere scholen, voorzitter. Die vallen onder FIBOS. En de samenleving is al genoeg uitgehongerd, voorzitter, door deze regering. Uitgemergeld. De rek is uit, voorzitter. De maand normaal morgen. De studenten en de docenten die zijn gedelegeerd naar het SPI en ze willen graag een gesprek met de minister om het een en ander te bespreken ten aanzien van het verdere verloop daar op school. Voorzitter, het is een bijzondere school, het CPI. Ze geven christelijk onderwijs op middelbaar niveau. En ik zou graag willen weten van de regering wat het beleid is voornamelijk van het ministerie ten aanzien van het bijzonder onderwijs op middelbaar niveau. En hoeveel waarde eigenlijk de overheid hecht aan het christelijk onderwijs. Ik zie graag dus dat de minister in deze, de minister van Onderwijs, de mensen uitnodigt, zodat ze voor het komend schooljaar weten waar ze aan toe zijn. VHP-parlementariër Mahinder Yogi en NDP-parlementariër Naomi Samideen over het onderwijs gebeuren. Ook ABO-parlementariër Marinus B. maakt zich zorgen om de verhoogde inschrijfgelden. Terwijl DOE-parlementariër Karel Breeveld vindt dat het Christelijk Pedagogisch Instituut niet moet worden ontmanteld. Ik weet al geruime tijd praten we over verhoogde inschrijfgelden. Ja, er is hier vragen gesteld, maar we willen duidelijkheid, want mensen moeten zich inschrijven. Wat is exact het bedrag dat op GLO en VOJ-niveau, vooral voorzitter, maar we nemen ook gelijk mee middelbare en universiteit, aan inschrijfgelden moeten worden gestort. Voorzitter, ik maak me zorgen, en ik denk met mij vele anderen, omdat als dit probleem niet goed wordt aangepakt, we voor komend schooljaar een aantal kinderen thuis zullen hebben. En dat is zeer onverantwoord. Kinderen behoren in de schoolbanken te zijn. Maar als ouders in deze tijd van crisis, ja, mensen die het bijzonder moeilijk hebben, niet in staat zijn om ouderbijdrage of schoolgeld, inschrijvingsgeld, hoe u het wilt noemen, in staat is voor 2, 3, 4, 5 en gezinnen met 8, 9, 10 kinderen, want die zijn er ook te betalen. Wat is de toekomst voor deze jonge Surinamers? En daarnaast, meneer de voorzitter, ik wil ook aandacht besteden aan het gedeelte wat betrekking had op het ministerie van Onderwijs en dan specifiek vooral het CPI. Ik wil daar natuurlijk pleitbezorger voor zijn, omdat we weten dat het CPI in de afgelopen 50 jaar heel duidelijk zijn bestaansrecht heeft bewezen, talloze mensen opgeleid zijn, concreet is bijgedragen en bovendien de ruimte gegeven heeft aan mensen die op basis, op confessionele basis, een bepaalde opleiding willen volgen. En ik wil daarom vragen dat met spoed het bestuur van STICON wordt ontvangen door het ministerie van Onderwijs, omdat de voortgang van het CPI wordt bedreigd. Door parlementariër Karel Breeveld en daarvoor ABO-parlementariër Marinus B. over de problemen in de onderwijssector. De wijziging van de wet op verdovende middelen is met 35 stemmen voor en 1 tegen aangenomen. Het parlement is vanaf 1 september op reces en komt 25 september bijeen in huishoudelijk verband ter voorbereiding van de presentatie van de jaarrede door president Desiree Bouterse op 28 september.